Opeens zit het openluchtbad van recreatieoord binnen Maas helemaal vol. Met de kinderen van de Ridderkerkse wielertour, 3x2. Sommige mensen zijn er een beetje boos over. Kan ik ook heel goed begrijpen dat als ze hier komen. Het is echt een invasie, hè? Ja, het is inderdaad een invasie, maar wel een hele leuke invasie. De glijbanen zijn vanaf nu verworden tot wedstrijdelementen. De teamleiders gaan van de witte. En daarna gaan er nog twee van de witte. En voor de rest gaat heel het team van de gele. We moeten proberen als eerste bij de kant te komen en dan kunnen we kijken wie het heeft gewonnen. Ik zou misschien de beste tijd kunnen noemen, maar het mooie is dat de kinderen dat pas morgenochtend te horen krijgen. En daarom houden we dat liever nog eventjes geheim. En wie zit daar aan de waterkant, ondanks een gebroken been? 3x2, daar moet je blijkbaar bij zijn. Ik heb overdwars in de auto gezeten, de rolstoel achterin. Je hebt er wat voor over, hè? Ja, ik probeer gewoon elke dag bij mijn team te komen kijken. Want het is nu ook heerlijk weer, dus lekker dagje weg. In de hoek van het zwembad kijkt Lien Oostdijk tevreden toe. Meer dan 40 jaar geleden startte zij met haar man het kindervakantiespektakel op. Nou, er komen er heel veel mensen op, kunnen mij natuurlijk. Maar ik heb ook wel eens dat ik denk, wie is dat ook weer? Ja, want de kinderen van toen zijn nu de moeders en de vaders. Juist, en die zijn ook leidsters en zo. En wat is er in al die jaren nou helemaal veranderd? Het fietsen, het sport, het spel, ze zijn een blijvend succes. En de snoepkraam, die draait ook nog altijd als een tierenlier. Ja, meestal rond de 1,50, 2 euro. Daar hebben ze toch wel een aardige zak snoep voor dat geld. Dus dat, dat loopt wel. De rest van het jaar hoeven jullie niet meer te werken? Nee, precies. Alleen de groepsleiding is misschien een heel klein beetje veranderd. En wat is ons geheime wapen met onze broekjes? We doen onze broek omlaag en dan gaan we extra snel. En de meiden, wat doen wij? We maken een string, strak in de naad noemen we dat. Yeah. Yeah. Yeah.